Met het overhandigen van de grasmaaier gaf wethouder Jansen het startsein aan de eerstejaars leerlingen uit het VMBO, basis en kader van het Vechtdal College om het tijdpad op te knappen en te onderhouden. Het Vechtdal College Delensvaart heeft het tijdpad geadopteerd. De adoptie is voortgekomen uit het topproject van het Vechtdal College Delensvaart en de Stuw. Top staat voor Talentontdekkingsplaats. Het is een project waarbij leerlingen uitgedaagd worden om hun talenten in te zetten ten gunste van de maatschappij of maatschappelijke organisaties. We hebben de school zich ingezet en toen hebben wij gezegd, daar hebben we er ook een paar centen voor over om eens te kijken of we dit weer verder kunnen krijgen. Zo is ook de Stuw erbij gekomen. En nou zijn we eigenlijk aan het kijken van, kunnen we hier iets moois van maken? En wat jullie nu aan het ontdekken zijn met elkaar, met maatschappelijke stage, met ook buiten de school dingen doen, bijvoorbeeld hier voor dit tijdpad zorgen, kunnen we dat ook een beetje uitrollen naar andere scholen? Kunnen andere scholen er ook iets aan hebben en kunnen we dan misschien dat nog wat breder maken? Na de overhandiging en enkele korte toespraken werd het tijdpad gezamenlijk afgelopen en vertelden de leerlingen bij elk paneel een stukje geschiedenis over Delensvaart. We zijn aan het einde gekomen van het tijdpad. Een heel leuk project wat we met veel enthousiasme samen gaan oppakken. En bij deze nodigen we u allen uit om mee te gaan naar het Vechtdal College. Daar hebben we kaarten van het tijdpad en koffie, thee en drinken voor de kinderen.